tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Hey! Hoi, wat doe jij nou hier? Nou, het is pas over een paar uur hoeft te beginnen. Jawel, maar die avondreceptionist is ziek en ik heb haar dienst overgenomen. Ah, waarom heb je dat pakje dan niet aan? Het past niet, oké? Okay? Nou, je ziet er zo ook wel schattig uit, hoor. Ik hou je wel even gezelschap. Oh, Ed. Ik ben met Linda de stad in geweest. Oh, nee! Wat? De make-up kost kapitalen. Wat doe jij ermee? Ja, past niet mijn Linda de tas. Ik hoop maar dat ze morgen niet al te vroeg hoeft te beginnen. Ze krijgt een eigen druk, hè, met de modellenwerk. Ja, ik hoor het. Zo jammer, joh. Dat je niks meer om geeft. Zo stom als mensen niet meer van elkaar houden. Ja, misschien houden we nog wel van elkaar, maar nu meer als vrienden. Ja, maar je bent niet meer verliefd. Dat is toch jammer? Hé, heb je al wat gehoord van je opa? Ja, die belde vandaag. Hij komt voorlopig niet. Hij zei dat ik oud en lelijk genoeg was om voor mezelf te kunnen zorgen. Heeft hij gezegd wanneer hij wel komt? Nee, met geen woord. Maar hij heeft een beter aanbod. Hij heeft een vriendin. Oh, dat is stom. Hé, hey, en Peter zit... Oh, neem maar. Receptie. Ja, het spijt me dat ik je lastig moet vallen, maar de televisie valt steeds uit. Zou je er even naar kunnen komen kijken? Ja, natuurlijk, mevrouw Mansveld. Kom eraan. Was jij even op de toko? Ja. Dat is ze nu weer. Wat? Pas maar op, ze is stapeldol op je. Ach, ik ben toch veel te jong voor haar. Ja, maar aan die dronkenlap van een man heeft ze ook niks. Ik vind haar een beetje zielig. Dat is helemaal gevaarlijk. Ja, doe nou normaal. Ik kan heus wel op mezelf passen, hoor. Ja, dat hebben er meer gezegd. Ik ben zo terug. Test 1, 2, 3, microzender in pen, ontwerp Emiel Bezemer, ontwerp vastgelegd. Waar ga jij heen? Stukje lopen. Hey Mirjam, wat wilde ik jou nog zeggen? Dat geld van Rien, ik heb daar nog niks aan gedaan. Rien is op zakenreis, hè? Ja, dat weet ik. Oh, dat wist je al? Heb je mezelf verteld? Oh, ja. En ik heb liever niet dat we Annette hier iets over vertellen. Waarom niet? Ah, je weet toch hoe Annette is? Die maakt zichzelf natuurlijk overal ontzettend druk om. Ik heb liever dat we haar erbuiten houden. Ik zorg wel dat Rien dat geld terugkrijgt morgen. Hé, hey, wacht even. Mirjam! Moet je horen wat de pen heeft. Mirjam! Hey Mirjam, wat wilde ik jou nog zeggen? Dat geld van Rien, ik heb daar nog niks aan gedaan. Rien is op zakenreis. Ja, dat weet ik. Oh, dat wist je al. Heb je mezelf verteld? Je vraagt je zeker af waarom ik me zo door mijn mand laat afblaffen. Dat gaat mij niets aan. Deze reis is een absolute ramp. Vanaf het moment dat we de voordeur achter ons dicht trokken is Wim nog geen seconde nuchter geweest. Op congres wordt toch altijd veel gedronken? Ja, maar Wim heeft geen congres nodig om veel te drinken. Ik had al lang bij hem weg moeten gaan. Maar ja, het is altijd weer die angst om alleen te zijn. Dat niemand je meer wil hebben. Vind jij mij aantrekkelijk? Ja, natuurlijk.
Meneer is bang dat ik hem wil versieren. Nou, maak je geen zorgen, hoor. U bent een hele aantrekkelijke vrouw. En op zijn manier zou uw man zeker van u houden. U bent goed getraind. Altijd het juiste antwoord op het juiste moment. Wim en ik zitten aan elkaar vast, dat is ook zo. Maar om een heel andere reden dan jij denkt. Liefde heeft daar helemaal geen bal mee te maken. Misschien ben je nog een beetje te jong om dat te begrijpen. Ik heb ook al mijn ervaring met een mislukte liefde gehad. O ja? Ja. Wat daarvoor je? Ik ben er overheen. Dat is misschien maar goed ook. Ik maakte de fout te trouwen met de eerste de beste waar ik verliefd op werd. Ik heb er altijd spijt van gehad. Wat kan ik voor u doen? Ik kom mijn ontbijt bestellen. Dat kan. Kijk eens. En nee, wil jij dat nou voor mij doen? Prima, als u zegt wat u hebben wilt, dan wil ik dat wel voor u opschrijven. Om te beginnen wil ik een ochtendkus. Wat vind je daar nou van? Zullen we ons bij het menu houden, meneer? Ja, laat dat ding bellen. Ik sta hier van lul te wachten. Momentje, alstublieft. Nou, ik wil een omelet met eieren, tomaten, uien. Vergeet vooral de uien niet. Zwarte koffie en jus d'orange. En uw vrouw? Vrouw, geef die maar een stuk verbrande toast en een kopje slappe thee. Ja, wat kijk je nou? Je hebt het wel gehoord. Schrijf op. Nee, ik ben van gedachten veranderd. Ik wil jou als ontbijt. Oh. Ik zal uw verzoek aan de directie voorleggen, meneer. Dank u voor het wachten, zeg dit maar.